Dit ben ik en ik hou van kunst. Dus laten we naar kunst kijken. Vandaag kijk ik met jullie naar de oeuvre van Bastiaan Ader. Bastiaan Ader maakt zijn lichaam onderdeel van zijn kunst. Dit doet hij door een aantal korte films te maken waarin hij steeds valt. Hij zoekt hierin de grenzen op van sterfelijkheid en de zwaartekracht. Bastiaan Ader zegt hier zelf over: het lichaam van de kunstenaar als zwaartekracht maakt hem tot meester van zichzelf. Het opzoeken van de grenzen van sterfelijkheid doet hij ook wanneer hij besluit op 33-jarige leeftijd de Atlantische Oceaan over te steken in een klein bootje met de naam Ocean Wave. Dit bootje wordt 9 maanden later gevonden zonder Bastiaan. Zou hij het in scène hebben gezet? Was het een kunstproject? Of is hij daadwerkelijk overleden tijdens de overtocht? Het blijft een mysterie. Wat denk jij?